2 jaar lang is er op dit geluid gewacht. Maar zaterdagochtend vielen dan eindelijk de starthekken voor de motocross in Wansum. De eerste manche die gereden werd, was die van de allerjongste coureurs. Nou, vandaag zijn er 130 jeugddeelnemers. Dat zijn eigenlijk kinderen tot en met 18 jaar. Morgen hebben we dus de volwassenen. Die zijn met 200 man. Dus morgen hebben we echt een vol programma. Dus het is een Nederlands kampioenschap. Dat betekent dus eigenlijk dat uit heel Nederland hier mensen naartoe komen. Maar we hebben ook enkele buitenlanders hier. Dat wij natuurlijk hier heel dicht bij de grens van Duitsland en België zitten, komen deze mensen hier ook naartoe. Een van de jeugdige deelnemers is de 14-jarige Thijs Frederiks uit Oerlo. Hij blikt terug op zijn eerste manche in de quadklasse. Gereden, hoe ging het? Op zich wel goed, derde geworden. Alleen het hek in gereden is niet zo fijn. Heb je er last van? Nee. En hoe oud ben je begonnen met de cross? Toen ik 11 was, volgens mij. En wat maakt het zo speciaal? Gewoon snel gaan en het springen. En moet je nou veel daarvoor trainen? Ja, 1-2 keer per week. En wat maakt het zo speciaal dat het nu hier in Wansum is? Omdat het eigenlijk een thuiswedstrijd is en dat is nooit. En is er dan veel publiek voor je? Ja, best wel. En wat zijn de verwachtingen van dit weekend? Ik hoop een derde plaats, maar we zullen het dadelijk zien. En vanmiddag mag je nog een keer. Wat ga je dan anders doen? Niet in het hek rijden. De omgang in Wansum is een unieke in zijn soort. Een normaal motocross circuit die blijft het hele jaar liggen. En die zie je vaak ook achteraf ergens in een bos liggen. Zodat niemand er last van heeft. Deze baan die bouwen wij nu al bijna 40 jaar op hier. En het is uniek doordat je eigenlijk ook ziet. Je gaat over een dijk in, je gaat de wei in, je gaat langs de voetbalvelden. Het is een evenement, een dorpsevenement geworden. Het hele dorp steunt ons gelukkig in dit evenement. Je ziet ook, de dorpskern is hier een heel klein stukje verder. Dat maakt het heel uniek, want normaal zit je heel ver af ergens met een baan en zijn het vaste circuits. En hier, dit is een echt handgemaakt circuit en dat moet maandag weer afgebroken worden, zodat hier alles weer gewoon door kan gaan eigenlijk. Ik heb begrepen dat jullie een aantal onderzoeken hebben gedaan voordat jullie dit konden starten. Ja, correct. Dit jaar liepen we tegen het feit wet natuurbescherming aan. Dat heeft eigenlijk gewoon te maken met broedende vogels. Als je hier aan de andere kant van de dijk zit eigenlijk een wei met een beek erlangs. Nou ja, wij hebben onderzoek laten doen. Sowieso naar het stikstofbeleid. Hoeveel stikstofsoorten wij uit. We hebben onderzoek laten doen of er broedende vogels zijn. Dus er zijn ecologen in deze wei aanwezig geweest. En die hebben eigenlijk gecontroleerd of die wei vrijgegeven kan worden, dat wij niet de natuur en broedende vogels gaan schaden. Dus een 2 weken voor de cross is het een keiharde no-go-go moment. Om te zeggen van oké, ja, er zit niks, we kunnen actief aan de gang. Passie, dat is de belangrijkste drijfveer bij de leden van de Motor Amateur Club. Een hele hechte club van 57 leden op dit moment. Waarvan als we kijken wie er daadwerkelijk een motor heeft, dat we rond de 34 ongeveer zitten op dit moment. Wat we zien is natuurlijk dat het gaat van generatie naar generatie naar generatie. En het is eigenlijk een ware club bij elkaar. Dus dat betekent wij doen dit allemaal samen. Dat doen we overdag samen, maar ook s'avonds in de gezelligheid met een potje bier. En nu is het natuurlijk super weer. Hebben jullie extra maatregelen getroffen hiervoor? Ja, nou ja, goed, we mogen eigenlijk niet klagen voor weer. We hebben prachtig weer. Als we hier regen hebben, dan hebben we een probleem. Wat hebben wij gedaan? We hebben gezorgd dat, ja, ik heb ze hier in mijn hand. We hebben van Jan Linders hebben flesjes water gesponsord gekregen. Dus we hebben 750 flesjes water gekregen. En elke rijder die eigenlijk uit de baan komt, die krijgt een flesje water. En er staat een douche waar ze zich gelijk kunnen afkoelen, om het zo maar te zeggen. Dat zijn de maatregelen die we op dit moment genomen hebben. En het weekend van Thijs? Zijn verwachtingen kwamen uit. Ook de tweede manche finishte hij als derde en sloot zo zijn thuiswedstrijd op het podium af.